hierboven nieuwsberichten van het ANP. Van 3 uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Integriteit staat centraal in het waardesysteem wat wij binnen deze Nederlandse politie zo belangrijk vinden. Maar soms ben ik bang dat het een luxe product is. Waarom hoor ik nooit iets over de oorlog bij de politie? We praten nooit over de oorlog. De oorlog bestaat niet. Er zijn heel veel dilemma's waar de regel niet altijd een oplossing voor biedt. Er is ook iets zoals solidariteit met je collega's of loyaliteit aan je organisatie. We moeten naar een cultuur toe dat wij elkaar gewoon kunnen aanspreken. Het is een antenne, een soort radar die je hebt. Dat gaat vandaag of morgen fout lopen. In de jaren 30 zorgt een wereldwijde economische crisis voor grote werkloosheid en armoede. En gebrek aan het eerst nodige voor het dagelijkse leven. Ook politiemensen ondervinden de gevolgen. De modernisering van hun werk, die net voorzichtig was begonnen, stopt. Hun toch al lage lonen worden verder gekort. Ze zijn slecht opgeleid en onderbetaald, maar niettemin trouw aan het bevoegd gezag. Ze treden bijvoorbeeld stevig op tegen de onvrede van wanhopige werklozen. Tegen de achtergrond van de crisis komen elders in Europa autoritaire, oorlogszuchtige regimes aan de macht. Ook in buurland Duitsland, waar de nazi's de politie al gauw gaan inzetten voor intimidatie en terreur. Zoals bijna overal wordt ook hier 's morgens koffie gedronken. De recreatiezaal van de Rijkspolitieopleidingsschool in Apeldoorn. Toen ik jong was mijn beeld van politiemensen dat het betere mensen waren. Intrinsiek. En de eerste teleurstelling kwam eigenlijk al de dag, het uur dat ik de politieacademie binnenstapte. En daar werd gezegd, dit is je kamer, maar het is verstandig om de deur te sluiten als je er niet bent. Want er kunnen wel eens spullen verdwijnen. En ik vergeet nooit het gevoel van teleurstelling wat dat bij mij opriep. Mirjam Barendse is in de jaren 80 opgeleid tot inspecteur. Ze is tot begin 2019 politiechef van de eenheid Midden-Nederland. De vaktechniek omvat ten eerste een praktisch gedeelte. Dat in hoofdzaak geleerd wordt in het zogenaamde praktijkstraatje. Inmiddels ben ik zover dat ik vind dat politiemensen zich beter dienen te gedragen. Omdat van groot belang is dat de maatschappij op ons kan rekenen. Dat ze ons vertrouwen. Mag ik even uw rijbewijs zien? Nou, die heb ik helaas niet bij me. Ik rijd veel beter zonder rijbewijs dan met. Mag ik dan even? Het grootste goed wat wij hebben is onze legitimiteit. We hebben heel veel bevoegdheden, wij kunnen heel veel met die burger doen. Dus die burger is afhankelijk van ons. Dus daar moeten we heel zuinig op zijn, daar moeten we goed mee omgaan. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. In mei 1940 wordt Nederland door Nazi-Duitsland bezet. Na ruim een eeuw vrede is ons land en dus ook onze politie volstrekt onvoorbereid op deze uitzonderlijke omstandigheden. De regering vlucht naar Londen, maar politiemensen blijven, net als het bevoegd gezag en alle andere ambtenaren, gewoon op hun post. Ook de politieleiding voegt zich naar de nieuwe machthebber. Samen er het beste van maken lijkt het belangrijkste nu. Maar de vraag hoe je in deze omstandigheden goed politiewerk moet verrichten, zal snel klemmender worden. In Amsterdam kwamen ze binnen met tankachtige auto's. De politiemensen moesten de orde handhaven, dat was hun taak, hè? De politieagent stond gewoon in de houding voor die Duitsers die voorbij gingen daar. Dat waren onze bezetters. Wisten wij veel. Zo gingen wij de oorlog in. En zo ging die politieman ook de oorlog in. Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij den uwen, overal en in alle omstandigheden, ieder op de plaats waarop hij is gesteld, en met die innerlijke rust en overgave, waartoe een rein geweten in staat stelt. Onze samenleving was zo, die was gewoon heel gezagsvertrouw. En als dat de beginhouding is van zo'n periode, dan is de rest natuurlijk niet zoveel beter. Journalist Koen Aartsma is in de jaren 70 en 80 hoofdredacteur van het Rijkspolitiemagazin. Het valt hem op dat er nooit over de oorlog wordt gepraat bij de politie. Daar verbaasde ik me over. Ik heb wel eens gevraagd ook zo. Hadden jullie daar geen problemen mee dan met de oorlog of zoiets? Jawel, maar goed, dat ging zo.
Dat waren die nazi's, die foute jongens. Aartsma laat het er niet bij zitten. Samen met collega Bert Huizing besluit hij een serie artikelen over het oorlogsverleden van de politie te schrijven. Ze beginnen voorzichtig, met een verhaal over politiemensen voor de oorlog. Over hoe arm ze waren en hoe hard ze moesten werken. Ze vonden het schitterend. Sommige oude politiemensen hadden dat meegemaakt. Maar na 10 afleveringen, toen kwamen er pijnlijke dingen aan de orde. Van wat moeten wij met die Duitsers? Wat willen die van ons? Daar hadden ze nooit over nagedacht. Saman Hassan weet wat het is om politieman in oorlogstijd te zijn. Hij is als Koerd opgegroeid in Noord-Irak. Koud, hè? Als Koerdistan autonoom wordt, gaat hij, net 18 jaar, werken voor de nieuwe Koerdische politie. Ik was trots op om een steentje bij te dragen aan de nieuwe democratie, aan een nieuw gebied. Alleen in praktijk, niemand wist hoe jij dat moet doen. Men had nog steeds dat beeld van Saddam Hussein. De politie werd gebruikt als een stokje in de handen van een regime om mensen mee te slaan. Als een demonstratie kwam, het was gewoon chaos. Niemand wist wat je moet doen. Dus er gingen gewoon politiemensen op een linie zitten met een Kalashnikov tegenover de burger. Als een verdachte werd opgepakt, het eerste wat de politie deed, gewoon klappen geven en onder druk zitten om te bekennen. Dan kom je ook achter dat die politieapparaat waarvoor je werkt eigenlijk niet deugt. Omdat gewoon heel simpel die kennis ontbreekt. Zolang ik mij kan herinneren, er is nog nooit een week zonder oorlog geweest. Dus die mensen hebben die ruimte ook niet om vanuit de rust na te denken hoe jouw cultuur kan veranderen naar een cultuur waar de politie voor iedereen is. Dus er was een chaos waar ik eigenlijk ook een onderdeel maakte van die chaos. Met minimale kennis, met minimale kunde. Maar je bent wel een onderdeel van een hiërarchische organisatie die bevelen moet uitvoeren. Aanvankelijk lijkt de bezetter mee te vallen. Het leven herneemt zoveel mogelijk zijn gewone loop. Maar de druk neemt langzaam toe. Eind 1940 krijgen politiemensen, net als alle andere ambtenaren, van hun eigen chefs de ariërverklaring voorgelegd. Niet één politieman weigert te tekenen. Ook al voorvoelen velen wat hiervan de gevolgen voor hun Joodse collega's zijn. Ja, je komt natuurlijk allemaal in de situaties terecht waarin je je afvraagt, wat is nu een goede manier van optreden, of een goede beslissing? Politieman Piet van Reenen is emeritus hoogleraar politie en mensenrechten. Hij geeft op de politieacademie in Apeldoorn een gastles over integriteit en loyaliteit. Integriteit betekent dat je de wetgeving volgt. Dat je de wetgeving getrouw bent. Daarachter zitten principes, rechtsprincipes. En op het moment dat je dat met de wet niet uitkomt, dan heb je altijd de mogelijkheid om te zeggen welke waarden liggen hierachter. Voorbeeld? De hele discussie over niqabs, dan komt een regelgeving en die zegt dat mag niet. Vervolgens kijk je naar artikel 1 van de grondwet en dan komt zo'n politieman dus in gewetensnood. Wat moet hij dan, de wet volgen of moet hij dan het principe volgen, het rechtsprincipe? Dus integriteit heeft altijd iets vloeiends en iets discutabels. Sommige mensen hechten meer aan die hardheid van de wet en anderen zeggen ja, maar er is ook iets zoals solidariteit met je collega's. Of loyaliteit aan je organisatie. Bij de politie is het ook wel essentieel dat je van elkaar op aan kunt. Nou ja, maar dat is dus een van die onderliggende principes is, zeg maar. Ja, en als je dat niet doet, dan is dat heel snel verraad. Loyaliteit is vitaal, is onmisbaar voor een organisatie als de politie. Omdat die mensen altijd met risico en gevaar en afbreukrisico te maken hebben. En daarachter zit soms dat zo'n systeem van loyaliteit ook betekent dat je je mond houdt ten opzichte van de buitenwereld. Dat je je collega dekt in plaats van de waarheid te vertellen. Dat kan ook gebeuren. Een vierkante kilometer ellende, zo karakteriseert de politieleiding dit gebied dat begrensd wordt door het Centraal Station, de Warmoestraat en de Waag. Criminaliteit is hier ruim voorhanden. Evenals zaken als prostitutie, sekstheaters, illegale gokhuizen en heroïnehandel. Er gaat veel geld om en ook politiemensen worden hier aan verleidingen blootgesteld. Kees Sietsma is in de roerige jaren 70 chef van de narcotica-brigade in Amsterdam en krijgt daar te maken met dit spanningsveld tussen integriteit en loyaliteit. Ik heb dat ervaren toen 4 rechercheurs tegen mij zeiden, onze baas die is naar onze mening corrupt. We hebben er hele sterke aanwijzingen voor. En ze zeiden tegen mij, we zeggen het jou omdat we jou vertrouwen, maar je kunt onze naam daarbij niet noemen. En ik had dus een geweldig probleem,
Om de eenvoudige reden dat welke opties had ik. Ik kon naar de hoofdcommissaris gaan. Die zegt, laat die vier regisseurs maar komen. Ik kan naar de directie toe gaan, precies hetzelfde. Er was destijds nog geen bureau interne zaken. Er waren ook geen vertrouwenspersonen. En ik had inmiddels ook mijn ernstige twijfels gekregen omtrent de wijze waarop het wetboek voor strafvordering werd gehanteerd door deze chef. En ik zat er vreselijk mee. Je beseft heel goed dat het een baas van je is. Je beschouwt jezelf als een soort vijfde kolonne. Je bent eigenlijk een vieze matennaaier op dat moment. Wil je dat wel zijn? Nee, ik wil geen matennaaier zijn. Of ik moest het eigenlijk tegen de rivierregisseur zeggen, sorry, ik zie het niet zitten. Maar zij heeft er ook niet mee geholpen. Ben ik. En is mijn korps ermee gediend? Dat is ook loyaal, denk ik. Is mijn korps ermee gediend als ik niks doe? En ben ik ermee gediend als ik niks doe? Ik denk dat ik dan beter ga gaan solliciteren. Maar ik wilde de boel niet in de steek laten. Dat was mijn loyaliteit ten opzichte van het korps. Ik wilde mijn regisseurs, eigenlijk is dat het. Ik wilde mijn regisseurs niet in de steek laten. Ik was wat dat betreft ook een recherchedier. Ik had mijn hartstocht in het vak gelegd. En dat vak ging naar de verdommenis toe op deze wijze. Na een klein jaar slaat de bezetter een hardere toon aan. De februaristaking van 1941 wordt met geweld gebroken. Stap voor stap worden Duitsgezinde collega's in de korpsleidingen benoemd. Politiemensen voelen zich door de eigen chefs aan hun lot overgelaten. De meesten proberen er het beste van te maken. Uit plichtsbesef, uit angst voor represailles of gewoon om brood op de plank te houden. Hier en daar komen politiemensen in de problemen, waaronder de vader en oom van Piet van Reenen. Eind 1941 moeten zij in de Haagse Schilderswijk de orde handhaven tijdens een mars van de WA. De WA, dat was de geïnformeerde club van de NSB. En die ging de straat op in de oorlog, vooral in arbeiderswijken, om de wijken te veroveren. De Duitse bezetter heeft inmiddels via de korpschef van Den Haag laten weten dat er tegen Nederlandse nationaalsocialisten, waaronder de WA, niet meer mag worden opgetreden. Een oude man wordt tegen de grond geslagen. En daar beginnen WA's op in te slaan. Die twee agenten die sommeren de WA om te stoppen. Sommeren nog een keer, trekken hun pistool en schieten. Daar valt een WA'er gewond op de grond. Consternatie. Kogel blijkt uit het pistool van oom Piet te komen. Oom Piet wordt veroordeeld, 2 jaar gevangenisstraf en oneervol ontslag. Mijn vader gaat door bij de politie. Want mind you, als je ontslag neemt bij de politie in de oorlog, dan heb je dus geen middelen van bestaan. Dan raak je aan de bedelstaf. Vermoedelijk voor een aantal politiemensen een reden om te blijven. Mijn oom kreeg psychische problemen. Hij kwam in een psychiatrisch ziekenhuis terecht en is daar zijn hele leven niet meer uitgekomen. Het is heel moeilijk om kritisch te zijn, want je kan heel makkelijk vast worden gezeten voor een mening. Niemand vraagt om je mening, niemand laat toe dat jij een mening hebt. Dus het is ook geen cultuur voor. Op mijn manier probeerde ik af en toe kritisch te zijn, maar dat kon niet altijd. Het is gewoon eng. De eerste stage was hartstikke spannend. Je bent wel enigszins voorbereid inmiddels op wat er allemaal kan plaatsvinden. Maar het is altijd toch schrik als het gebeurt. Als er daadwerkelijk flessen sterke drank worden aangeboden bij aangifte in een drankenfabriek. Ik was dan wel alert genoeg om te weigeren. Dat was al heel spannend. Want de collega's waarmee ik was, die namen de drank gewoon aan. Maar verder kom je dan ook niet als jong iemand. Het aan de orde stellen van dit gedrag, daar ben je dan volstrekt nog niet aan toe. Tenminste, ik was daar volstrekt nog niet aan toe. Je komt voor het eerst in een ploeg. Je wilt vak leren. Je wilt er ook bij horen. Het zijn de mensen die jou opleiden. Er zit tegelijkertijd wel heel veel druk op jezelf, omdat je weet dat je toekomstig leidinggevende bent. Dus als je dingen laat lopen, dan lijkt het wel van, ja, dat is een toekomstig leidinggevende en die vindt het ook goed. Ik heb toen contact gezocht met Joop Verries en Jelle Kuiper, die allebei aan het bureau Warmerstraat bezig waren met een corruptieonderzoek. En dan misschien dit een raakvlak. Dus enerzijds professionalisme, anderzijds toetsing van jongens, wat moet ik? En ze zeiden ook, nee, we helpen je. Maar ik zat natuurlijk wel in mijn eentje op het hoofdbureau en zij zaten op het bureau Warmerstraat. Toen de pers uiteindelijk achterkwam, was het natuurlijk een enorme stront. Deze chef had een enorme koetwil, stond heel goed bekend in de pers, in de media.
En ik was maar een young angry man in vele ogen, die jaloers was. Wat ik ook allemaal begrijp. Op dat moment kon ik niet vertellen wat mijn redenen allemaal waren. Mijn mond was gesnoerd. Mijn loyaliteit lag bij het korps. Dus ik moest me handhaven. Handhaven op het hoofdbureau. Waarbij de betrokken commissaris mij bij zich riep en zegt: jij bestaat niet meer voor mij. En ik praat niet meer met jou. En het heeft dus een jaar geduurd. Ja, dit was mijn afdeling. Wij hebben integriteit hoog in het vaandel staan. En dat is ook terecht. Op het moment dat je gaat kijken bij politiekorpsen die echt onder druk staan, of politieafdelingen waar gevaar voortdurend aanwezig is, of waar het afbreukrisico steeds groot is, dan zie je dat die loyaliteit en die solidariteit een steeds grotere rol gaat spelen. De Duitsers willen loyaliteit van de Nederlandse politie en investeren daarom flink. Iets wat de eigen overheid nooit had gedaan. Er komt een nieuw uniform, een beter salaris, een ziekenfonds en een landelijke politieopleiding naar modern Duits autoritair model in het Overijsselse dorp Schalkhaar. Allemaal zaken die als smeermiddel moeten fungeren, zodat de Nederlandse politie zich wat makkelijker voegt naar de Duitse wensen. Tijdens een bezoek aan Nederland inspecteerde de SS-Obergruppenführer het politieopleidingsbataljon in Schalkhaar. Agenten moeten steeds vaker maatregelen uitvoeren die knagen aan het eigen professionele geweten. Zoals het opsporen van verspreiders van clandestine krantjes, het in beslag nemen van fietsen en het handhaven van gebiedsverboden voor Joden. Hun leidinggevenden, waarvan er velen inmiddels direct door de Duitsers zijn benoemd, helpen hen niet bij de dilemma's waar ze voor staan. Het zorgt voor discussies. Een enkeling verlaat zijn korps. Saman Hassan kan eind jaren 90 het politiewerk in Irak niet meer met zijn geweten verenigen. Wat mooi ziet eruit. Het was toen sprake van zeer gepolariseerde samenleving. En om een politie te zijn in zo'n chaosgebied, dan moest je kleur bekennen. Dan moest je ergens bij een partij horen. Maar ik was principieel tegen om politie van een partij te zijn. Ik wilde gewoon politie zijn van een midden. Ik wilde politie zijn van de overheid. Hoe is het? Het was een moment geweest in mijn leven dat ik dacht van, ik moet hier weg. Na 2 jaar Duitse bezetting heerst er conformisme in de Nederlandse politie. Politiemensen zijn geheel teruggeworpen op zichzelf. Uiteindelijk laat de politie zich door de bezetter ook inzetten bij de deportatie van Joden. Koen Aartsma is er als kind getuige van. Het is die herinnering die hem later zal motiveren voor zijn onderzoek. Op een zondagmorgen in november gingen we naar de kerk. En daar stond er een politieman. En mijn vader die zei: wat ben je aan het doen, Mulder? Ja, hij zei: ik ben aan het wachten hier op de familie van Lonen. Die moet ook opgehaald worden. Ik zei: wat is er met aan de hand dan? Ja, maar die Joodse familie, die gaan allemaal naar een kamp. Die gaan naar Westerbork. Ja, hij zei: het vervelende is dat Jeltsin, die schiet niet op. Ik zei: maar één koffer meenemen. Maar ze heeft het niet klaar. Maar goed, oké. Okay. We gingen gewoon door. We zongen een psalmlieder weer. Vrolijk verder. Van na de oorlog eigenlijk, toen ik erover terugdacht. En dacht plotseling door, hé, ja, dat is toch wel apart dat hij zo gegaan is toen. Hè? Met mijn vader ook, die onbegrip had daarvoor ook. Niet begreep dat het heel ernstig was. Ik toen ook niet eigenlijk. En toen was ik 11. Van die Mulder, die deed gewoon wat zijn baas vroeg. Van, moet daar zijn, nou, dan wie haalt erop? Dat was Mulder zijn verhaal eigenlijk. Komt thuis en zegt, worst met Jeltje, nou, we lang moeten wachten hoor. Was weer niet klaar. Met een koffertje. Ja, die is niet teruggekomen. Agent Bertus van den Bremen krijgt in 1942 opdracht toezicht te houden in de Hollandse Schouwburg in Amsterdam, waar opgepakte Joden werden vastgehouden voor hun wegvoering. In een reportage uit de jaren 90 vertelt hij erover. Jong en oud wat daar door elkaar liep te wandelen, met elkaar praten. Ik moest daar zorgen dat daar een beetje rustiger werd. En ik heb tegen die mensen gezegd, kijk nou uit, en als je nou een pakje over die schouder gooit, dan moet je dat daar doen in die hoek daar. Maar je moet daar niet boven het raam gaan zitten schreeuwen, want dan krijg je gedonder mee. En vlak voordat ik wegging, kwam er een oude man bij mij.
En die gaf mij een sigaar. En die zei, dit is een sigaar voor de laatste goede Amsterdamse diender die ik gezien heb. Thans zijt gij gekomen die een geheel nieuwe eerste opleiding hebt gehad. Gij, politieaspiranten van een nieuwe tijd, wordt thans als nieuw bloed toegevoerd aan het Amsterdamse koor. In datzelfde jaar krijgen Amsterdamse politieofficieren opdracht om leiding te geven aan het oppakken van Joden voor deportatie. Slechts één van hen, inspecteur Jan van den Oever, besluit te weigeren. Zijn weduwe vertelt daarover. Toen belde hij om de 5 minuten op. Wat moet ik doen? Ik ben aangewezen. Wat moet ik doen? Nou, dat zei ik maar steeds. Je weet wat je doen moet. Je mag het niet doen. Ja. Klonk wel hard, maar het was het beste voor hem, hè? U vond dat hij het niet moest doen? Nee, maar ja, dat moet je toch ook allemaal vinden. Zou je doen, Joden uit huis halen? Maar alle andere collega's bij de politie... Die deden het wel. Ja. Ja, moesten zij weten. Toen heeft hij gezegd, ik doe het niet. Ik doe het niet, is hij naar huis gegaan, is hij ontslagen. Het had grote risico's. Jazeker, ze hadden mij ook kunnen wegnemen, weghalen. En de kinderen, ja, dat nam ik op de koop toe. Nou, daar gaan ze dus. Opgehaald niet door Duitse, maar door Nederlandse politiemensen. Dus lopen er 2 voorop. Ja, ik denk dat de Duitsers heel tevreden waren over onze politie. Ik dacht ook dat de Rauter, of in ieder geval een van de hoofdmannen van de politie, ook meeviel dat er zoveel medewerking was in Nederland van de politie. Ze hebben heel veel laten doen door de politie ook, hè? Die misschien helemaal niet van plan waren om dat te doen. Naarmate Aartsma meer artikelen over de oorlog publiceert, ondervindt hij meer weerstand in de redactieraad van het politiemagazin. En toen ontdekten we dat de voorzitter die ons aangetrokken had voor het blad, dat was een zoon van een NSB'er geweest. En een tweede figuur die daar in het land liep, die had zelf Joden opgehaald. Maar dat waren de tegenhouders. Die hadden nooit gezegd, het mag niet, maar ze zeiden wel, ja, waarom zou je nou wachten tot die mensen met verlof zijn, allemaal met pensioen zijn? Dan kan het altijd nog wel. Maar wij hadden zoveel inmiddels in handen. En dan brandde het in de vingers ook. Hè? Zei, nou moet het ook. Dus toen kwam het ook. U heeft eigenlijk jarenlang hier niet over gesproken, hè? Nee. Er zijn sommige dingen in het leven die je wel aan iedereen wil vertellen. En er zijn dingen in het leven die je aan niemand wil vertellen. Of knaagde er? Ja, er knaagt niet wat. Ik vind het gewoon bedonderd. Dat ik dit allemaal meegemaakt heb en dat ik dit van nabij meegemaakt heb. Het is niet de indruk dat ik dat bevorderd heb. Ik heb geen schuldgevoelens. Maar ik heb het gevoel van dat ik dit van zo kort bij meegemaakt heb. Dit ja, misschien wat groot gezegd, maar dit stuk werelddrama. Ik heb ook die trams over het Rokin zien rijden 's nachts. Dat is net zoiets wat ik nooit vergeet. Toen ik die tram zag rijden, wist ik wel dat het beroerd met die mensen af zou lopen. Maar precies wat wist ik nog niet. Toen ik die mensen hier zag, wist ik nog niet wat er meer gebeuren zou worden. Ik had met die lui te doen, want ze hadden het zelf zo moeilijk. Hè? Ze wisten niet wat ze doen moesten. Nou, ze konden toch ook, net zoals uw man, weigeren? Durfden ze niet. Voor de gevolgen durfden ze dat niet. En je wist niet wat er gebeuren kon. Ze konden je gelijk weghalen. Ze konden je doodschieten. Het negeren van dat oorlogsverleden gaf ook jonge politiemensen het idee dat ze daar niet mee belast waren. Het was toen een irrelevant en wij doen het nu veel beter, want de omstandigheden zijn anders, hè? Het langdurige taboe op het eigen oorlogsverleden wordt versterkt door het feit dat de politie na de bevrijding in 1945 maar beperkt is gezuiverd. Het feit was natuurlijk dat er moest politie komen na de oorlog. Dus de mensen die een klein beetje goed waren geweest, die waren heel gauw goed. De meesten waren ook gewoon meegesukkeld met alle Nederlanders, 80%, die gewoon meegehobbeld waren van, nou ja, weet niet hoe lang de oorlog duurt, maar houd een keer op en dan gaan we weer verder. En dan zullen we nou zeuren over die oorlog. Die is geweest en het was helemaal niet leuk. Dit is het familieportret. En daarin zie je ook mijn 3 broers die in het verzet gezeten hebben. Voor Sietsma, zelf aan het eind van de oorlog geboren, heeft het oorlogsverleden altijd een grote rol gespeeld. Zijn oom en zijn 3 oudere broers, naar wie hij is vernoemd, pleegden verzet.
Ze werden allemaal opgepakt door Nederlandse politiemensen. Slechts één van zijn broers overleefde de concentratiekampen. Sietsma weet nog goed wat zijn vader zegt als hij aankondigt dat hij zelf bij de politie wil. Die cultuur deugt niet. De mentaliteit deugt niet bij de politie. Er zijn er maar een paar goed geweest gedurende die oorlog. Ik herinner me dat hij mij een speciale boodschap meegaf hoe ik mij moest gedragen. Bij de Amsterdamse politie bleek dus achteraf. Die namen die ik op mijn schouder meedroeg, die krijg je niet zomaar van niks. Daar moet je wat mee, Kees. Dat heb je uiteindelijk wel begrepen, Kees. Dat heb ik begrepen. Ze koesten me. Dat waren mijn morele binnenspiegels. En die heeft elk mens nodig. Een mens heeft die morele binnenspiegel nodig. Hoe die ze krijgt? Zoeken naar. Zoeken naar. Want wegkijken is geen optie. Als Piet van Reenen voor Amnesty International onderzoek gaat doen naar misstanden bij de politie elders in de wereld, wordt hij zich ten volle bewust van de kwetsbaarheid van de politieorganisatie. Ik ben vooral uit mijn comfortzone getrapt. Ik heb gezien hoe gemakkelijk je terecht kan komen in een situatie waarin je voor rare keuze komt te staan, waar je eigenlijk nooit voor bij de politie bent gegaan. Dat is ook de reden waarom ik zo sterk hecht aan het indoctrineren van onze politie van rechtsstatelijkheid en rechtsstatelijke waarden. Zodat op het moment dat die verleiding komt om die loyaliteit te pakken als ware, dat het als het ware zo diep in het hart en de ziel van die politiemensen is ingegrift, dat ze het of niet doen of daar een gigantisch schuldgevoel aan overhouden. Heldere rechtsstatelijke waarden als harde kern van integriteit dus. Maar in de praktijk is vasthouden aan die normen soms knap lastig. Het moeilijke voor leidinggevenden en voor iedereen is juist optreden in het grijze gebied. Waar je in een soort eigen ruimte komt van de collega die zegt: hey, ik ben professioneel, bemoei je niet met mij. En dat gaat over hoe we omgaan met de burger, hoe we omgaan met informatie, hoe we ons vak uitoefenen. En dat grijze gebied, daarin verandert de norm door de jaren. Dat moet je als politieorganisatie aanvoelen. Wat is de norm in de maatschappij en wat kan je permitteren? En dat is hard werken. Maar als je daarin uit elkaar groeit, dan verliest de maatschappij het vertrouwen in de organisatie. En er komen ook steeds nieuwe dilemma's bij. We staan hier te gebruiken, hè? De Bezen en de Chinezen. Kees Sietsma krijgt als chef van de narcotica-brigade in de jaren 70 volop te maken met zulke nieuwe dilemma's. Gisteren drongen hier met messen gewapende Chinezen het gokhuis Wakiao binnen. Twee Chinezen werden gedood en twee zwaar gewond. Onder leiding van Chinese misdaadsyndicaten bloeit de heroïnehandel. Dat zorgt voor ongekend gewelddadige criminaliteit. En dat dwingt de politie nieuwe opsporingsmethoden te ontwikkelen. Het is een illusie om te denken dat als er op straat iemand aangehouden wordt met een pakje heroïne, dat je dan uiteindelijk bij de georganiseerde criminaliteit komt. Dat betekent dat je naar andere middelen moet zoeken en dat je gebruik maakt van criminele informanten die deel uitmaken van dat milieu en daar vertrouwd worden. En infiltranten die een valse hoedanigheid aangenemen om proberen bewijzen te verzamelen in die hele keten. Sietsma merkt dat de processen verbaal niet meer waarheidsgetrouw worden opgemaakt. Ter bescherming van met name de criminele informanten en ook de bescherming van de tactiek die je gebruikt om tot die bewijsketen te komen. Ja, daarin worden er aanleidingen verzonnen om tot aanhouding over te gaan. En die aanleidingen die waren nog wel eens bezijden de waarheid. Het was een duidelijke zorg bij de regisseurs van de narcotica-brigade. Enerzijds stonden ze met een been op de Man-Aid, ander been op de Amst-Aid of de Amstbelofte. En die zorg die hebben ze gedeeld. Vandaag is het voor u een grote dag. Steeds zult u zich voor ogen dienen te houden dat u een door een eed opbelofte geschraagde politieambtenaar bent. In een zwaar, verantwoordelijk en boeiend beroep. Als het om mijzelf gaat, dan heb ik het beste advies gehad bij mijn beëdiging van Jan Wiarre. Die zei, het gaat een keer mis. Het is moeilijk werk, het gaat een keer mis. Maar dat voel je. Je voelt gewoon als je iets niet goed hebt gedaan. En hij zei, ik heb maar één advies, of eigenlijk is dat één dienstbevel. Dan blijf je daar niet mee lopen, maar je zoekt een collega uit die jij vertrouwt en die gezag heeft. Dus dat hoeft niet je leidinggevende te zijn. En als ik zelf jonge collega's beëdigde, dan gaf ik ook altijd dat advies. Het geruststellende in dat advies was ook dat hij ook zei, het gaat een keer fout. Je rijdt een keer een dienstauto in de prak. Je krijgt een klacht
dan is van groot belang dat je werkt aan herstel. Goed herstellen, dat is ook professionaliteit. Voelde de zorg van de regisseurs, maar daarnaast besefte ik ook dat dit geen rendement genoeg gaf om de opsporing te dienen. Terwijl als je al die stappen die uiteindelijk leiden tot de infiltratieactiviteiten, als je die aan het proces verbaal zou kunnen toevertrouwen, zou je dat als bewijsmiddel kunnen gebruiken in plaats van alleen maar inlichtingen die je opbergt in het archief. En dan is het de kunst om die heftigheid van de discussie over dit soort onderwerpen op je recherchekamer te hebben. Dat je dan met elkaar daarover spreekt. Dat je niet de cultuur hebt van we doen het allemaal. Hij heeft het toch gedaan. Jij bepaalt dan op dat moment dat hij het gedaan heeft. Dat kan niet. Je moet het recht dienen, niet bevelen. Een procesverbaal is ongelooflijk belangrijk dat het waarachtig is. Je bent diender. Je dient je samenleving. En het betekent ook dat datgene wat jij opschrijft als procesverbaal zijnde, dat door de rechterlijke macht gezien wordt als bewijsmiddel. Dan moet het niet zo zijn dat de rechterlijke macht zegt, oh, het is van de politie. Oh, het is van die en die man. Oh, nee, dan moet het daadwerkelijk de volle overtuiging hebben dat het waar is. Als je inderdaad een systeem hebt waarin je zegt, we kunnen de politie niet vertrouwen, dan zit je in de munt van tijd in een dictatuur vast. De aandacht voor corruptie en ontsporingen in het optreden en de pijnlijke onthullingen over het eigen oorlogsverleden leidde er in de jaren 80 toe dat integriteit bij de politie op de agenda komt. Het is sindsdien een kwestie van aanhoudende zorg. Hebben jullie ervaringen mee dat integriteit, rechtsprincipes stuiten met de barre werkelijkheid? Ik vraag me wel eens af, is er absoluut integer handelen, hè? Of ethisch handelen? Ja. Waarvan je kunt zeggen van ja, maar zo moet het zijn. Ja. En het ter sprake brengen, dat is dan denk ik met name de moeilijkheid. Omdat we het lastig vinden. Het zijn ook discussies die de kern van jouw waardensysteem raken soms. Dus daar kun je heel principieel en heel hard het over oneens zijn en oneens blijven. Dus dat is het lastige in die discussie van integriteit. Zo lastig dat sommigen die discussie ook vermijden. Ik ben als vluchteling naar Nederland gekomen met heel andere normen en waarden. En ik heb echt bij de taalcursus geleerd, bij integratiecursus geleerd, dat wij in Nederland heel trots zijn dat het land zijn met 17 miljoen inwoners die 17 miljoen mening hebben. Wij spreken elkaar aan. Maar toen ik bij politie kwam, heb ik juist gehoord en gevoeld, nee, we gaan vooral niet met elkaar praten. Dat vind ik zonde, terwijl dat het eigenlijk een hele mooie cultuur is dat wij in Nederland hebben om van elkaar dingen te vinden. Er werken ongelooflijk veel goede mensen die ook buiten het verschil maken. Ik maak me altijd zorgen of er wel voldoende mensen zijn die binnen het verschil willen maken. Moeilijke gesprek voeren met elkaar. Je nek uitsteken, je af en toe buiten de groep plaatsen. En dat is heel moeilijk. Binnen willen mensen uitrusten, geen gedoe. En want buiten is het al spannend genoeg. Ik denk dat het ook ongelooflijk belangrijk is als je praat over groepscultuur. Dat je groep regelmatig confronteert met hun spiegel. Je hebt nou eenmaal altijd verschillende standpunten. Ook over recht en onrecht. Ook over goed en kwaad. Maar je moet zorgen dat die molen in beweging gaat om de mensen naar elkaar toe te krijgen. In ieder geval probeer het enige vorm van uniformiteit te krijgen door middel van discussies. Maar het ligt in de beweging op de werkvloer. We moeten het gesprek voeren. In een echte gesprek. Echt een verbinding staan met elkaar. Echt elkaar gunnen. Morgen. Ik geloof dat het het toedoet als je verandert, als je anders naar de problematiek kijkt. Dat is waarom diversiteit bij de politie zo belangrijk is. Diversiteit een mens, niet een kleur, niet een afkomst. Breder kijken, iedereen zien, iedereen horen, begrijpen hoe de samenleving in elkaar zit. Als leidinggevende is het hele gebied van integriteit een vaste component van je werk. En dat betekent dat je als leiding ook goed in verbinding moet zijn met je werkvloer. Je moet weten wat er speelt. Je moet thermometers hebben om te ontdekken wat de norm inmiddels is aan de koffietafel. Help politiemensen met stress. PTSS, stress op je werk. Wees erbij en ga ervoor staan als onheus bejegend worden. Ga voor je eigen mensen staan. Ik ben hier om jou te helpen. Er zit veel druk op, Dienis, want de maatschappij vraagt veel. Dan is het goed om dat te erkennen, dat ze die dilemma's ook durven te vertellen. En dat dan ook over te nemen, dat dilemma. Dat is misschien wel het belangrijkste. Je moet die druk bij ze weghalen en soms moet je dilemma's overnemen. Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij den uwen,
overal en in alle omstandigheden. Tijdens de bezetting wordt duidelijk hoe gemakkelijk politiemensen die onder druk staan of aan verlokkingen worden blootgesteld, kunnen ontsporen. Zeker als hun leiding geen verantwoordelijkheid neemt. Ze waren niks flinker eigenlijk dan de massa van Nederland die ook niet zo flink was. Het is een blijvende professionele opgave om de politieorganisatie hier weerbaar voor te houden. Het is fijn dat we een cultuur hebben die heel erg rechtsstatelijk georiënteerd is. Maar je moet er wel bij blijven om te zorgen dat we het zo houden. Je hebt een rechtsstaat die zichzelf corrigeert. Dan moet je ook die ongelooflijk harde kritiek die er is op dat politieapparaat, moet je ook open voor staan om jezelf te verbeteren. Ik vind ook dat iedere diener binnen daar een rol in heeft. De jonge mensen, daar verwacht ik van dat je niet meedoet in gedrag. Maar als je 10 jaar meeloopt, verwacht ik dat je ook ingrijpt. En als je 20 jaar of langer meeloopt, verwacht ik dat je ook mee de norm bepaalt. We moeten naar een cultuur toe dat wij durven ons kwetsbaar opstellen. En dat kun je alleen maar doen als je met een open blik naar de samenleving, naar de wereld kijkt. Het is de dialoog die is het kenmerk van onze democratie. Als de dialoog ontbreekt, dan corrompeert de macht.